Vrijdagavond speelde NEC de thuiswedstrijd tegen de Graafschap. Het speelde heel lang heel matig, maar kreeg in de tweede helft toch 300% kansen om de overwinning binnen te slepen. Het bleef uiteindelijk 1-1. Je komt snel op 1-0, maar dan hangt de 1-1 er ook heel snel weer in. Wat gebeurde daar? Ja, hartstikke balen. Je komt 1-0 voor en denk je, ja, mooi, de wedstrijd begint heerlijk. En dan na 2 minuten vliegt hij alweer bij hun erin, bij ons erin. Ja, het stond achterin niet goed. Eerst half hadden ze nog wel vaak kunnen scoren. Met name ook omdat wij heel verzorgd de bal verloren en eigenlijk hun in de kaart speelden, zodat ze heel goed de count uit konden spelen. We hebben ze nagelaten. We hadden ook nogal wat mogelijkheden, kansen eerst zelf. Maar ja, eerst zelf hebben we het gewoon laten liggen, want het stond gewoon niet goed. Het wordt 1-0, het wordt heel snel 1-1. De eerste 5 minuten zijn altijd het belangrijkste. Nadat je doelpunt maakt, dan moet je proberen om de bal in de ploeg te houden door goed en snel te spelen, om een passief te maken. Dat gebeurt niet, twijfelgeval. We profiteren er optimaal van. Maar ja, wat ik al zei, tweede helft creëer je gewoon 100% kansen. Come on. Dan Sven Braak meten voor de goal, hè. Vanuit de corner die hem overkrijgt en die wel goed inviel. Dus Dani, Kevin Jansen die in de 16 komt en wordt van de lijn gehaald met de knie. En dan zit die mee, Steven die naar binnen dribbelt en op de lat uit elkaar spat. Ja, ik denk dat je gewoon meer verdient. Je moest nog wel een paar keer handelend optreden, tweede helft ook. Ja, klopt. Eén situatie loste ik goed op toen Sjoerd Assen voor de goal kwam. Tweede helft stond veel beter achterin. Toch een aantal keer dat ze nog wel wat gevaarlijk werden. Maar dat zie je, als de ruimtes wat kleiner worden, dan is het voor ons veel makkelijker om te verdedigen. Wat wil jij zien van de nummer 10? Moet hij in de bal komen of moet hij juist over de spits heen? Ja, als we met Jari spelen, dan moet Jari zich vrij voelen. Die speelt zijn eerste wedstrijd in de basis sinds. Dus de andere spelers daaromheen moeten anticiperen op wat hij doet. We moeten niet hem dan opleggen van jij moet dit of dat. Kijk, als Ferdi is natuurlijk normaal de nummer 10. Hè? Die speelt juist veel in de bal en Jari is een speler die meer. Maar ja, omdat anders degene is die graag aan de bal wil komen en vasthouden, was het ideaal van ja, daar komt hij ook 2 keer vrij voor de keeper. Hij moet gewoon moet het gewoon afmaken, snap je? Ja, zonder even de uitslag, met jou persoonlijk gaat het lekker de laatste week. Ja, klopt. Nu de 6e wedstrijd op rij dat ik speel en het gaat op zich wel goed. Maar ja, ik wil kampioen worden en dat staat buiten. Dan komt Fortuna heel dichtbij. Je zegt we moeten in ieder geval focussen op onszelf. Komen nu heel veel wedstrijden in korte tijd. Ja, lekker. Ja, laat maar komen. Voetballen en punten pakken en vooruit nu met z'n allen. Heel veel succes erbij. Dankjewel.